Lieve gemeente, van de Nederlandse theoloog Van Ruler is de uitspraak, en ik parafraseer: in de Bijbel draait het om Christus, maar het gaat om het aanbreken van het Rijk van God op aarde. Het is een onderscheid van Van Ruler tussen waar het om draait en waar het om gaat. Dat geldt misschien wel in het bijzonder voor de feesten die wij in de kerk vieren. Met Kerstmis draait het immers om het kindje Jezus, maar het gaat om Gods nabijheid bij de mensen. Immanuel, God met ons. En met Pasen draait het om de opstanding van de gekruisigde, maar het gaat uiteindelijk om de hoop op toekomst voor ons door alle duister heen. En zo zou jij ook bij het feest van Hemelvaart kunnen afvragen: om wie gaat het nu eigenlijk op deze dag? Het draait om Jezus. Dat zit al in de naam van het feest besloten: Jezus vaart ten hemel. Maar die concentratie, om niet te zeggen fixatie op Jezus, heeft, hoe mooi ook, een keerzijde. Als het om Jezus draait, kom je daar dan nog ook voorbij? Kom je dan ook nog bij die vraag waar het om gaat? Want voor je het weet blijf je hangen in allerlei onvoorstelbare voorstellingen van een persoon die tegen alle zwaartekrachten in van de aarde opstijgt, omgeven door een wolk, waaruit, zo laat de kunstgeschiedenis zien, uit die wolk nog twee voeten steken. Hemelvaart als ruimtevaart. En als je zelf niet in die voorstelling blijft hangen, dan is er toch wel iemand anders die je fijntjes laat weten dat dat toch eigenlijk een buitengewoon vreemde voorstelling is. Of er is iemand die juist volhoudt dat geloven betekent dat je dat ook dan moet durven aan te nemen. Maar wat er ook over gezegd wordt, kom je dan nog uit bij de vraag waar het om gaat? Want ook voor hemelvaart geldt: het draait om Jezus, maar het gaat om ons. En daarom luistert het nauw hoe we het verhaal van Lucas verstaan. In de kerk, en misschien moet ik dan vooral voor mezelf spreken vanuit mijn christelijke opvoeding, zijn we een beetje aan gewend geraakt om bij hemelvaart te denken aan de verdwijning van Jezus. Het is zijn definitieve trek. Het is time to say goodbye. En als kind begreep ik al niet zo goed waarom dat nu juist een feestdag was. Maar de verhalen leggen misschien ook wel een ander accent. Het gaat niet zozeer om verdwijning, maar om verschijning. Want het is al sinds Pasen dat Jezus er al niet meer is. Althans, hij is er niet meer op de wijze zoals hij hier was. De evangelisten beschrijven dat na zijn opstanding Jezus niet is teruggekomen en dan nog een tijdje in Jeruzalem en Galilea logeert, en daar rondwandelt en af en toe tijd vrijmaakt en op bezoek komt bij zijn vrienden om herinneringen op te halen. Nee, alle verschijningsverhalen vertellen dat Jezus van een andere orde is. Hij is niet meer één van zijn vrienden. En als hij er is, dan verschijnt hij aan hen om dan ook weer te gaan. Hij is van een andere dimensie. En het verhaal van hemelvaart is eigenlijk niets anders dan één van die verschijningsverhalen. Niet de eerste, maar misschien ook niet de laatste. Het is geen definitief adieu, een laatste groet. Paulus schrijft immers veel later in zijn brief aan de Korintiërs dat Jezus ook aan hem verschenen is. En tot op de dag van vandaag
vertellen mensen dat ze hem hebben ontmoet. In wonderlijke gebeurtenissen misschien, maar even goed en misschien nog wel meer in de goedheid en de liefde die mensen voor elkaar kunnen opbrengen. In de belangloze opoffering die de ene mens voor de ander doet. In het breken van brood en het delen van de wijn. In de samenkomst van de gemeente van Christus. En Hemelvaart vertelt op een bijzondere manier wat die andere verschijningen ook vertellen. Jezus is weg, maar hij is niet voorgoed verdwenen. Het draait dus om zijn verschijning, maar het gaat om zijn vrienden. En daarom is het zo sprekend dat Lucas het over 40 dagen heeft. Hemelvaart als de 40ste paasdag. En u weet dat dat getal 40 in de Bijbel geen rekeneenheid is, maar een levenseenheid. Als Jezus op de 40ste dag verschijnt, dan weet de lezer, de hoorder, dat er iets nieuws begint. Dan is de tussentijd van 40 dagen voorbij. De gewenningsperiode, het leerseizoen, de oefentermijn. Dan is het alsof de zwemleraar zegt tegen zijn leerlingen: nu moet je het zelf kunnen. Nu laat ik je los. Niet om je te zien spartelen, niet omdat ik er geen zin meer in heb, maar omdat ik er alle vertrouwen in heb dat je het nu zelf kunt. Die 40 dagen zijn er niet om Jezus te laten wennen aan zijn afscheid, maar om zijn vrienden voor te bereiden op hun nieuwe verantwoordelijkheid. En je zou dus kunnen zeggen: niet Jezus verdwijnt, maar het aloude leven van zijn vrienden verdwijnt. Zij nemen afscheid van hun oude leven en zullen nu moeten opstaan en het verhaal verder vertellen. Eigenlijk is de dag van de Hemelvaart het verhaal een soort overdrachtsritueel, zoals ooit Elia zijn mantel en zijn geestkracht overdraagt aan zijn opvolger Elisa. Zo draagt Jezus zijn taak en zijn geest over aan zijn vrienden. Vanaf nu zal de meester spreken door zijn leerlingen. Zij zijn his master's voice. En in de kern is daar tot op de dag van vandaag niets aan veranderd. En daarom komt het erop aan wat wij zeggen als his master's voice. We hoorden zojuist een paar versen uit de apocalyptiek van Daniël over die mensengestalte die in een wolk verschijnt voor de eeuwige. Doet ergens denken aan die hemelvaartsbeelden van de wolk waarin Jezus opstijgt naar de Vader. Aan wiens rechterzijde hij zetelt, zoals het credo het zegt, om te heersen over de wereld. Dat zijn krachtige beelden. En misschien zijn het ook wel iets te krachtige beelden in de zin dat ze ook hebben geleid tot een blik omhoog. Dat de goddelijke kracht nu is gelegen in de hemel en dat als wij maar genoeg bidden, die krachten misschien wel geneigd zijn om hier op aarde af te dalen. Maar als we dat denken, dan doen we de overdracht van hemelvaart tekort. Dan zou Jezus toch nog de leraar zijn die het uiteindelijk liever zelf doet en zijn leerlingen hun zelfstandigheid niet toevertrouwt. Maar in Handelingen zegt de engel niet toevallig tegen de leerlingen: wat staan jullie naar de hemel te staren? Dat is niet de bedoeling. Het is nu aan ons. Daarom vieren we met Hemelvaart niet zozeer Jezus' verdwijning, maar onze verschijning op het toneel van de liefde.
Er ligt een andere weg open. Die van de mensenzoon. Die is verschenen en zijn sporen heeft nagelaten. En in wiens sporen wij nu zullen treden. Dat zijn sporen van kwetsbaarheid en liefde als een wonderlijke zachte kracht. En het is duidelijk dat wij en de wereld om ons heen nog wel wat van die liefde kunnen gebruiken. Maar dan zullen we niet omhoog moeten kijken, maar naar de aarde zelf en daar doen wat hij deed. Die kwetsbare liefde zijn in ons eigen leven. De auteur C.S. Lewis schreef over die liefde: liefhebben betekent kwetsbaar zijn. Als je ergens van houdt, dan zal je hart geraakt en mogelijk ook gebroken worden. Als je er zeker van wil zijn dat je hart intact blijft, dan moet je het aan niemand geven, zelfs niet aan een dier. Verpak het dan zorgvuldig met hobby's en kleine luxe en vermijd alle ingewikkeldheden. Sluit het veilig op in de kist, ook of misschien wel vooral die van je zelfbeeld. Maar in die kist, veilig, donker, roerloos, luchtloos, zal dat hart toch veranderen. Het zal niet gebroken worden, nee, het zal onbreekbaar, onherstelbaar en ondoordringbaar worden. Maar wie werkelijk lief heeft, is kwetsbaar. Zo draait het, lieve mensen, vandaag. Zo draait het om Jezus en zijn hemelvaart. Maar het gaat om ons. Hoe wij zullen leven in zijn geest. En wij vieren niet dat hij verdwenen is, maar dat hij onder ons is verschenen. En nog altijd onder ons leeft, waar zijn geestkracht wordt gedaan en gehoord. Amen.